Een volgende kandidaat die ik jullie vandaag wil voorstellen is Tanja van Loo uit Nienhoven. Tanja is zelfstandig uitbaaster van Café de Beurs in de binnenstad en zal reeds voor de tweede maal kandidaat zijn voor onze partij. Ze was immers ook al in 2012 bereid gevonden om als zelfstandige te kandideren op de Forza Nienhovenlijst. Ze deed het toen zeer goed en werd onmiddellijk vanop de voorlaatste plaats verkozen tot gemeenteraadslid. Tanja draagt haar hart op de tong en zegt steeds rechtuit haar mening. En zulke mensen hebben we nodig in de politiek. Ik kijk dan ook uit naar een verdere samenwerking. Ik ben Tanja van Loo, 52 jaar en wonende te Nienhoven. Ik ben moeder van Julie en ben reeds 28 jaar zelfstandig uitbaatster van Café de Beurs. Ik was in 2012 voor de eerste keer kandidaat voor Forza Nienhoven en werd onmiddellijk verkozen tot gemeenteraadslid. Forza Nienhoven is de enige partij die rechtuit zegt waar het op staat en de problemen niet uit de weg gaat. Het is pas wanneer men de zaken benoemt dat men er ook een oplossing kan voor zoeken. Forza Nienhoven is de partij die luidop zegt wat een groot deel van de bevolking stilletjes denkt. Ik wil ijveren voor een betere samenwerking tussen het stadsbestuur en de lokale Nienhoofse handelaars. Ook een betere bereikbaarheid en extra parkeerplaatsen zijn broodnodig om de middenstand te kunnen laten overleven. Ten tweede wil ik dat er een einde wordt gemaakt aan het pamperbeleid van nieuwkomers. Wie zich hier wil vestigen moet zich aanpassen aan onze waarden, cultuur en tradities en niet andersom. Ten derde wil ik een versterking van ons politieapparaat om de veiligheid van onze inwoners te kunnen garanderen.